Trouwens, ik ben niet bang voor jou, dus als je zo slaan, boeit dat mij. Ja mensen, daar zijn we dan. Een nieuwe vlog sowieso. Ik heb de nette vlog afgesloten. En daar woonde mijn opa en oma. Hartstikke leuk. En ik ga, ja, dit is mijn neefje trouwens, Twan. Weet u dat ook? Dat is helemaal gangster natuurlijk. Maar wij gaan naar zijn huis toe. En dat komt helemaal goed. Alleen, het licht is een beetje raar. Nou, dat fix ik straks wel. Nou, wij gaan even lopen. Daar loop ik dan. Zo, via de flat. Zo naar Twans huis toe. Super leuk hè, Twan. Kan je straks tegen je vrienden zeggen van, yo, ik ben in de vlog van PrittyV geweest. Is dat niet even leuk? Oh. Ik heb nog geen enkele keer geadviseerd. Moet je wel gaan doen, man. Want het moet een beetje overal herkend worden, weet je, wil ik. Zeg maar, dus... Doe ik. Oké, nice. Box. Nog een keer, box. Beter, box. Als je nog één keer vraagt, sla ik in je gezicht. Oké. Trouwens, ik ben niet bang voor jou, dus als je zo slaan, boeit dat mij echt. Maar ja. Jij zat daar vroeger toch op school? Nee. Oh, oké. Okay. Welke school heb je dan gezeten? Een school hier 3 straten verderop. En waar is dat? Geen idee, Arthur. Geen idee. Oké. Boeiend, man. Boeiend. Ja, ik ben een hele goede verhalenverteller. Ja. Nou hebben we gelopen. Waar is jouw huis? Nice, Twan, nice. Anneke en Arco, die wachten op jullie, hè, trouwens daar. Ja, oké. Okay. Nou, ik ga naar binnen, doei. Nou, we gaan even lekker... Twan, wat gaan we ook weer halen? Pindasaus. Nou, we gaan pindasaus halen. Kom, we gaan. Nou, ik ga die auto niet filmen, dat is gewoon een beetje gek. Maar, waar moeten we heen? Ik weet eigenlijk niet waar we heen moeten. Naar voren. En naar voren en nog iets naar voren. Oké, nou gaan we dat doen. Als je gewoon rechtdoor blijft lopen, hetzelfde stuk dat we net terug zijn komen lopen, komen we er. Echt? Dus we konden eigenlijk al daar wachten en daar gewoon het eten halen eigenlijk. Ja, nee, we gaan geen eten halen. We gaan iets wat mijn vader heeft vergeten om te kopen. Ja, dat weet ik. Nou, zien jullie zo weer. Doei doei. Oké, mensen, ik ben naar de supermarkt gegaan natuurlijk. We hebben Konimax gehaald, geen reclame, linkje wel in de beschrijving, dus koop het lekker. En wat gaan we nu doen, Twan? Terug naar huis lopen. Want wat gaan wij eten vanavond? Nasi, volgens mij. Nasi. Super lekker natuurlijk. Helemaal lekker. Lekker smikkelen straks. Ja. En we zien er ook echt heel fucked up uit. Gewoon ja, twee mensen die met een bak pindasaus rennen. Heel droog eigenlijk. En gelukkig dat ik hem niet vast. Zijn sigaretten in zijn andere zakken te doen. Dus. Oké. Nou, we zien jullie zo weer, jongens. Doei. Doei. Ja mensen, en dan ben je opeens in fucking Zoetermeer. En jullie zouden denken, waarom pak jij niet fucking de metro? Waarom doe je dat niet? Nou, het is gewoon zo, weet je, ik vind het even lekker lopen. En je weet zelf, een mooi gebouw natuurlijk, alles.
En ik weet eigenlijk niet hoe ik moet lopen, maar dat boeit me echt geen flikker. Nee joh, grapje, ik weet wel een beetje hoe ik moest lopen. Vroeger moest ik altijd naar gym toe, hier zo op mijn school. En toen moest ik altijd zeg maar die kant. Dus vandaar dat ik weet waar ik naartoe moet. Maar we gaan naar mijn school toe, dat is die kant op. En ik weet nog wel vroeger dat ik altijd sigaretten bij die fucking pomp ging halen. Terwijl ik nog niet eens 18 was. En het was altijd van, heb jij überhaupt wel je identiteitskaart bij je? En ik zei, wat een identiteitskaart? Wat is dat nou weer? En toen zei hij van, ja, ga maar weg. Dus goed zo. Maar mensen, ik ga weer naar school toe. En het wordt vet shit toch. Wordt hard. Nou mensen, even voor de duidelijkheid. Dat was die benzinetank die ik bedoelde eigenlijk. Super grappig. Altijd, yo, ben je wel 18? Wat is een identiteitskaart? Nou, ik ga nu naar school en ja. Wordt super vet natuurlijk, hè. Beetje naar school gaan. Ja, ik vind school nog niet eens heel leuk. Maar ik ga toch even. Moet 10 minuutjes er zijn of zo. En dan ben ik weer op stage dus. Het is niet dat ik denk van, oh shit, ik moet weer naar school. Maar het is meer van, weet je, ik moet even. En dan is het weer klaar. Want het is gewoon even, ik geloof een half uurtje of iets. En ik vergeet alles. Ik heb vorige week heb ik zitten mailen op school. Totdat ik denk van, hey, ik heb al die dingen niet bij me. Alleen een fucking ouder briefje bij me of zo. Dat mijn ouders naar school moeten komen. Like, what the fuck? Ik weet nog niet eens of mijn ouders naar school gaan komen. Maar ja, boeien, weet je. Ik moet gewoon even naar school, boeien. En ja, weet je, als je een auto wil kopen, moet je dat daar doen. Hey, doe je. Ik ben in Centraal. Fucking mooi natuurlijk. Ik ga naar stage toe. Dat is zeg maar, ik moet tram 8 nemen. Maar als je zo naar het bord kijkt. Tram 8 komt gelukkig niet of zo. Of tram 8 gaat soms ook daar naartoe. Zeg maar helemaal daar naartoe. Maar dat weet ik niet zeker. Ook echt naar Spangen. Nog 5 minuten wachten. Yes. Lekker jongens, wachten. Nou, ik zie jullie. Zo weer, later. Bijna weer op stage en dat is daar zo, daar precies waar, nee niet precies waar ik wijs, maar mensen, ja weet je, het is heel veel reizen, weet je, ik moet naar Zoetermeer, naar school en dan opeens fucking naar het stage, het is echt hectisch, alles is hectisch, maar ik ga hier ook de video afsluiten omdat zeg maar, op stage willen ze niet, liever niet dat ze filmen, want ja, dat is, ik weet niet waarom dat is, het is ook een filmbedrijf, ik begrijp het ook niet. Maar ze willen dat gewoon liever niet. Gewoon binnen niet filmen. En buiten ook niet. Want ja, er kijken best wel veel mensen. En dan weten ze allemaal wat er staat en shit. Dat is het een beetje. Maar mensen, ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van deze video. Doe een duimpje omhoog natuurlijk. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie weer. We'll be right back.